Hier zijn we weer met een baby in de draagzak. Dat is echt zo handig. Dan kan ik tenminste nog van alles doen. I love it. Ik ga even een toast. Allee, twee toastjes met avocado eten. Want daar heb ik zin in. En allee, dat gaat wel een uitdaging worden. Want eerste keer met haar op mijn dingen. Maar dat was de enige manier om haar rustig te krijgen. Dus ik ben eens benieuwd of het gaat lukken. Maar ik heb heel veel honger, want met de borstvoeding heb je dus echt wel meer honger. En ik moet gewoon ook echt wel zien dat ik voldoende eet, want anders krijgt zij ook niet voldoende voedingsstoffen binnen. Allee, of toch niet verzadigd. Allee, is het toch niet verzadigd genoeg. Dus vandaar. Let's do this. Wish me luck. Ik ga voor de eerste keer gescheiden worden van mijn baby. Zie mij, je bent een zonnebril. Zeg, moeder. Ze gaan wandelen. Bedankt voor de kost. Love you. Bye. Dada. Oké, wel een voordeel nu dat Andres met Mialou buiten is. Allee, ik ga wandelen is en ik dus alleen thuis ben, heb ik wel even de tijd om een beetje door te werken en om hier thuis het een en het ander gedaan te krijgen. Want momenteel is hier echt wel een rommel, maar echt. Ik heb daar nog was op hangen. Er zit een wasmachine in. Hier is het ook allemaal rommel. Daar is het allemaal rommel. De keuken is rommel, dus daar ga ik me nu even mee bezighouden. Mialou, haar kamer is trouwens ook echt nog rommel, omdat wij alle cadeautjes van de geboortelijst en zo en van mensen allemaal gewoon even daar hebben gestoken. En dan nog allemaal geen plek hebben gegeven, omdat we daar nog niet echt tijd voor hebben gemaakt om dat allemaal op te ruimen en zo. Dus we zullen zien hoeveel ik gedaan krijg. Ik ga terwijl ook een beetje eten en opruimen en dan... Ja, hopelijk is het hier subiet een beetje opgeruimder en properder. Vooral opgeruimder tegen dat ze terug zijn. Hè. Dus dat is wel een voordeel om even te kunnen doorwerken. Mijn baby is terug, dicht bij mij. Want zo kon ik de was nog ophangen. Ah, die moet ik eigenlijk nog ophangen. Ik heb die gewoon uit de wasmachine gehaald. Dus ik moet de was nog ophangen. Maar zo kan ik nog wat verder doen, want Andres is een beetje werk aan het doen ondertussen. Mijn haar weer al. Sorry. Sorry. Dus die is wel aan het werken. Ik heb al drie dingetjes doorgestuurd dat ik kan gebruiken. Dus ik heb ook al een beetje werk geleverd. En ondertussen ben ik hier bezig met het huishouden. Dus dat is ook goed. Hoe lang geleden? Oh my god, dat is niet waar. Ik heb echt al veel gewassen. Ik heb er straks ook afwas gedaan. Super. Dat is ook goed. Dus, en dit, zo'n draagdoek / zak, echt een aanrader, want zo blijft zij super rustig, omdat ze dicht bij mij is. En kunnen het toch een beetje doen. Dus, perfect! En ik ben blij, want ik heb ze terug bij mij en ik ben wel flink geweest, want ik heb niet eens een berichtje gestuurd om te vragen hoe het ging, terwijl hij weg was. Toch? Flink of niet? Ja. Beter dat jij jou zegt. Ik zie een kino half zijn, denk ik. Niet overdrijven, hè. Oh, en kijk, Filou. De cutie. Hi guys. Hoi. Wij zijn onderweg. Allee, nog even een stukje aan het wandelen naar het ziekenhuis. Niks erg of zo, maar wij moesten even op controle voor een echootje van de heupjes van Mialou. Omdat ze heel lenig is. En ze even willen... ja. Nee, maar ze willen even uitsluiten dat het geen heupdysplasie is. Dus het is nu 4 weken en een paar dagen. Morgen een maand. Ja, morgen een maand. En als ze daar dus nu achter komen dat het dat wel zou zijn, of dat ze dat wel zou hebben, dan kunnen ze dat nog gemakkelijk oplossen, normaal gezien. Dus we'll see. Maar wel spannend. Zo mijn baby. Ik denk dat ze aan het dromen is. Heel schattig. It's just the two of us momenteel. Want Andres is naar de kapper. En ik moet kei dingen pipi doen. Maar ik vind het ook zo zielig om haar weg te leggen. Want dan gaat ze waarschijnlijk wakker worden en willen eten.
Dus is allemaal in haar slaap, hè. Maar dan ga ik dus mijn kaart moeten haasten om pipi te doen. En ik weet het niet. Ik ga spietig moeten gaan, hoor. Maar waarschijnlijk kort daarna gaat ze willen eten. En dan is het gedaan met rust. Wat ben je kakken aan het doen? Zie nu. En terug rustig. Hey guys. Het is misschien een beetje een rare hoek, maar ik ben Mialou eten aan het geven. Die krijgt borstvoeding, dus ik wil niet dat mijn borst op het internet komt. Allee, of toch niet? Dat jullie dat gewoon allemaal kunnen zien. Dus vandaar eventjes deze rare hoek. Maar los daarvan, ik wil jullie gewoon even een update geven van hoe het aan het gaan is. Want jullie weten dat wel, dat Andres en ik natuurlijk zelfstandig zijn. Dat wij onze eigen onderneming hebben. En dat ik natuurlijk eigenlijk 2 weken na mijn bevalling al terug stil aan een beetje ben beginnen werken. Nu, echt wel stilletjes aan, rustig op het gemakje. Ik ben nog altijd mijn lichaam perfect aan het laten herstellen en het allemaal rustig op het gemakje aan het doen. Maar natuurlijk, ja, met dat wij onze eigen baas zijn, wachten wij niet gelijk een werknemer bijvoorbeeld. Ik denk dat die 8 of 10 weken of zo, of 12 weken, geen idee eigenlijk hoe lang. Maar in ieder geval, ja, dat is een heel ander systeem dan zelfstandigen. Dus ja, ik ben stilletjes aan terug een beetje beginnen werken en terug een beetje, ja, of gewoon niet terug, maar gewoon de combinatie aan het maken tussen mama zijn, zorgen voor Mialou en tegelijkertijd ook onze klanten verder blijven helpen en ja, gewoon alles te regelen voor onze job. Nu, een groot voordeel daaraan is natuurlijk wel dat alles online gebeurt, hè, dus dat is gewoon super, super handig om die combinatie wel te blijven maken. Maar het is gewoon echt wel zoeken voor mij. En dat is natuurlijk super normaal, dat weet ik wel. Maar het is gewoon echt zoeken naar een balans tussen genieten van haar, tussen zorgen voor haar, tussen toch ook wel wat dingetjes te regelen, in orde te brengen, uit te werken, te doen, klanten op te volgen, al die dingen. Dat is gewoon een beetje zoeken naar die balans. En dat is perfect normaal, dat weet ik ook wel. Maar ja, weet je, het ding is gewoon uiteindelijk een babytje dat slaapt inderdaad heel veel. En eigenlijk het enige wat je daarmee moet doen is ja, die laten slapen, die eten geven en de pamper verversen. Allee, of toch grotendeels. Hè? Jullie snappen wel wat ik wil zeggen. Maar ja, feit is wel dat als zij wakker wordt, dan is het pampertje verversen, eten. En ja, weet je, met dat zij ook borstvoeding krijgt, dat eten, dat duurt 20, 30 minuutjes ongeveer. Dan nog even laten boeren, even recht houden. Dus voordat je het weet, zijn er weer een uur of iets langer verder, vooraleer dat ze terug aan het slapen is. En ja, dat is gewoon echt zoeken naar tussendoor ook nog even tijd maken voor jezelf om te kunnen douchen, te eten en weet ik veel wat. En toch ook ja, iets van werk en zo gedaan te krijgen. Allee, weet je, heel veel gebeurt natuurlijk via de gsm, dus een beetje multitasken, dat probeer ik zeker wel te doen, zoals nu. Zij is aan het eten bijvoorbeeld en ik ben ondertussen op mijn gsm ook wat dingetjes in orde aan het brengen, wat berichtjes aan beantwoorden en te lezen en wat dingetjes uploaden voor onze klanten en zo. Dus je kunt wel een beetje multitasken. Ik heb ook momenteel drinken bij de hand en een snackje. Dus ben ik ook al in bijgeleerd om dat op voorhand klaar te pakken. Maar ja, het is echt een beetje zoeken naar de balans. En ik vergeet ook gewoon nog heel veel dingen. Omdat ik dan denk, ah, dat moet ik doen. Of ah, ik moet die persoon daarover sturen. Ah, of ik moet dat nog zeggen tegen die persoon. Ah, of ik moet dat nog in orde brengen. En dan begint zij te wenen. En dan zijn ze daarmee bezig. En dan een uur later of 2 uur later, dan zijn je gedachten totaal niet meer bezig met hetgeen waar je eigenlijk oorspronkelijk mee van start waart gegaan. Dus ik zeg het is gewoon ja, zoeken naar die nieuwe balans tussen alles. Hè. En ja, weet je, ze is ook nog maar een maandje, alleen net een maandje geworden. Gisteren, of eergisteren. Dus het is perfect oké dat het allemaal nog een beetje zoeken is. De meeste mensen, die zijn ook nog niet terug aan het werken op deze moment. Die zouden nog een paar weken of zelfs een paar maanden gewoon thuis zijn en niks anders, hè, tussen aanhalingstekens, doen dan voor hun babytje zorgen. Dus ik weet het wel dat dit net iets anders is dan wat de meeste mensen doen. Maar ja, het is gewoon ook leuk om te doen. En ik wil dat ook niet volledig uitzetten. Of niet 3 maanden na de bevalling pas er terug in vliegen of zo. Dus daar heb ik vanaf het begin ook wel gedacht dat ik dat zou missen. Maar ja,
de balans, hè, tussen alles, zoals met alles ook. Die balans zoeken is niet altijd even evident, maar we'll get there, dat komt wel goed. Binnenkort mag ik dan terug beginnen sporten, hopelijk. Normaal gezien wel, ik zou niet weten waarom niet. Dus dan komt dat aspectje er ook nog bij, om dat ook nog in de planning en de combinatie tussen alles te krijgen. Dus ja, we zullen wel zien hoe dat gaat lukken. Komt wel goed. Maar ja, dat is dus de update momenteel tussen zorgen voor de baby, zorgen voor mezelf en toch een beetje werk gedaan krijgen. Zo is het momenteel aan het gaan en dat gaat wel oké. Het gaat wel goed. Ik zeg het eigenlijk, onze business gaat supergoed op dit moment. Dus dat allez, is toch wel teken dat we het goed aan het doen zijn natuurlijk. Maar wat er allemaal in uw hoofd omgaat als nieuwe mama. De mama's onder jullie zullen dat hoogstwaarschijnlijk wel herkennen. Het is allemaal oké om je zo te voelen en om soms de balans niet zo goed te weten tussen alles. Ik ben super, super blij dat ik een aantal vriendinnen heb die in exact dezelfde situatie hebben gezeten een tijdje terug of momenteel ook zitten. Omdat zolang dat je zelf geen kindje hebt en zelf niet in die moment hebt gezeten of in die fase hebt gezeten van thuis zitten met een newborn en ervoor zorgen en alles erop en eraan en zo die nieuwe ervaringen als nieuwe mama, kun je ook niet voorstellen hoe dat is. Je denkt wel dat je min of meer begrijpt hoe dat een nieuwe mama zich voelt en hoe dat allemaal in zijn werk gaat en zo, maar ik besef nu heel goed dat ik absoluut niet mij kon inleven of kon inbeelden hoe dat mijn vriendinnen die mama al zijn geworden, hoe dat die zich hebben gevoeld in die eerste weken, in die eerste periode. Omdat dat gewoon ja, niet te vatten is totdat je dat zelf meemaakt. En ik denk ook als mensen er al heel lang uit zijn, als ze bijvoorbeeld al een hele tijd geleden kindjes hebben gekregen, dan weet je dat ook niet meer, denk ik. Want ik hoor dat van superveel mensen, van amai, je vergeet echt hoe dat was. Dus als je momenteel in verwachting bent en you need a friend als je babytje er is op momenten dat het moeilijker gaat, mocht je mij altijd een berichtje sturen. Sowieso, of ik je nu ken of niet, maakt niet uit. Maar omring je echt met mensen die weten wat dat je doormaakt of die weten hoe dat allemaal gaat. Hoe positief of hoe moeilijk sommige momenten ook zijn. Hè? Want sommige momenten zijn geweldig, sommige momenten zijn een beetje moeilijker. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar gewoon ook, wilt je erover praten met iemand, doet dat dan met iemand die weet wat je doormaakt, want dat maakt wel echt een heel groot verschil. Dat besef ik nu heel, heel goed en ik ben super dankbaar dat ik een aantal mensen heb die er echt op die manier continu voor mij zijn, die ook heel vaak de afgelopen weken aan mij gevraagd hebben hoe dat het gaat met mij, hoe dat ik mij voel, hoe dat het met haar gaat, hoe dat alles lukt. If you need a friend als nieuwe mama, stuur mij een berichtje. Sowieso contacteer me, absoluut. Want het is perfect oké om je te omringen met mensen die weten wat je effectief doorgaat en die niet gewoon begripvol willen zijn. Want mensen willen effectief begripvol zijn en helpen, maar ze snappen het gewoon niet altijd, omdat ze er niet zelf in zitten. I love her so much. Hey guys, met het bewerken van de video zie ik dat wij nog geen update hebben gegeven over wat de uitslag was van de echo van de heupjes van Mia Lou. Nu, alles was in orde, dus dat was super super fijn om te horen dat alles gewoon oké is. Dus het is gewoon een lenige baby. en allee, we dachten dat nu wel dat alles wel oké ging zijn, maar we zijn toch wel blij dat we het hebben laten checken. Want nu zijn we ook gewoon 100% zeker. De heupjes zagen er helemaal goed uit. De radioloog had er al gezegd. En nadien, toen we naar de kinderarts belden, dan zei hij ook dat alles perfect in orde was. Dus we're happy. En zo hebben jullie ook de update daarover. And on we'll go through the wastelands, through the